Canceled my travel today to stay in Washington, where I'll continue to closely monitor the situation in our financial markets and consult with my economic advisors. Waarom hebben economen ons niet gewaarschuwd voor de grootste financiële crisis sinds de jaren 30? Zagen ze het niet aankomen? En hoe kan dat? Economen gaan uit van rationeel denkende mensen en ze baseren zich vaak op wiskundige modellen. Maar kun je de werkelijkheid wel reduceren tot een model? Rethinking Economics, een wereldwijde beweging van economen, wil dat het economieonderwijs drastisch wordt gewijzigd. Niet alleen modellen, maar ook aandacht voor psychologie en voor politiek. Ook in Nederland zijn studenten actief, maar ze krijgen weinig bijval. In Buitenhof een debat tussen econoom Joris Tieleman, economiestudent Lorenzo Frenkel en economieprofessor aan de VU Pieter Gauthier. Welkom, heren. Bedankt. Joris Tieleman, om bij jou te beginnen, wat is je grootste bezwaar bij het huidige economieonderwijs? Nou, we staan in deze tijd voor een aantal grote uitdagingen. Recent een enorme crisis in het financieel systeem, een groeiende kloof tussen arm en rijk, klimaatverandering. En heel vaak bij dat soort grote maatschappelijke problemen is de kern van het verhaal een economisch vraagstuk. Dus wij zijn economie gaan studeren om dit soort ingewikkelde issues beter te kunnen doorgronden, om daar grip op te krijgen. En om hopelijk wat te kunnen bijdragen aan oplossingen. Maar onze studie heeft ons daar heel slecht op voorbereid. En hoe komt dat? Nou, je krijgt eigenlijk een tunnelvisie op het economisch denken mee. Kijk, de economische wetenschap die is heel breed. Die bestaat uit zo'n ruwweg 9 grotere theoretische stromingen. Met elk hun eigen perspectief op de economie. En elk hun eigen bril als het ware. En hun eigen blinde vlekken daarmee ook. En in onze opleiding ligt er een enorme focus op één van die benaderingen. En hoe heet die? Dat is de neoclassieke benadering. Oké, nou, het is helder. Ja. We vragen het de hoogleraar. Helder. Ja, volgens mij zijn er iets van de 30 benaderingen van de economie. Het is één grote mainstream benadering die, ik schat, 98% van de mensen doet. Is dat mainstream? Is dat wat hij beschrijft? Ik weet niet precies wat hij neoclassiek noemt. Sommige mensen noemen neoclassiek één heel klein specifiek model, waarin geen enkele frictie is, waar iedereen alles weet. En sommige mensen die noemen neoclassiek uiteindelijk wat de mainstream doet. Oké, nou, dus voor de sake of die argument, ja? Laten we hetzelfde bedoelen. Zullen we het ook de mainstream hebben of wil je het over het hele kleine specifieke model hebben? Nee, de mainstream, absoluut. Wat we in het onderwijs krijgen. Ja. Goed, gaat u ver. En daarnaast zijn er nog zo'n 30 andere. Je hebt de islamitische economen, de feministische, de Oostenrijkse economen, de post-Keynesiaanse economen. Noem ze maar op. En de vraag is, moeten we die ook betrekken in het curriculum? Persoonlijk lijkt me dat niet een heel goed idee. Juist omdat die mainstream al ontzettend divers is. Die groep van afsplitsing, de heterodoxe economen, zoals jullie ze ook noemen. Dat is eigenlijk een groep die zich wil onttrekken aan de tucht en discipline van de mainstream. Ja, dat zijn congressen, dat zijn toptijdschriften. Daar stuur je werk heen, en zo gaat het bij alle wetenschappen. En het is heel erg lastig om erin te komen. Meestal de top 5 tijdschriften wordt maar 3-4% geaccepteerd. Als je er niet in komt, dan kan je weer proberen ietsje lager te gaan. Veel van die heterodoxen, die willen er eigenlijk niks mee te maken hebben. Die richten hun eigen tijdschriften op. En je ziet een beetje in andere wetenschappen gebeuren. Zie je bij biologie heb je de intelligent design. Bij klimaatwetenschap heb je ook een groep sceptici. En ik denk dat het heel simpeler. Goed is. Hij zegt, ja? er is een ideologische tunnelvisie. Ja. Klopt dat of klopt dat niet? Nee, dat denk ik niet. Ik denk Piketty is hartstikke mainstream. Die is vrij links, denk ik. Terwijl er ook hele rechtse economen zijn. Dus binnen de mainstream economen zie je heel veel verschillende benaderingen. Maar binnen de wetenschap wil je dat juist. Je wilt niet de politiek maken, je wilt juist waardevrij maken. Nou, daar wil ik wel even op ingaan, want u slingert een hele hoop beschuldigingen onze kant op. Wij zeggen niet dat economisch denken politiek gekleurd moet zijn. Mm-hmm. Wij zeggen niet dat er niet links of niet rechts wordt gedacht. Daar gaat het niet om. Ja, dat stond in jullie pamflet, daar baseer ik een beetje. Het gaat erom. Nee, dat stond niet. Dan heeft u niet goed gelezen. Maar ik leg het graag nog een keer uit. Mm-hmm. Het gaat erom dat de mainstream economie, die is, ik zal hem even schetsen, die is gegroepeerd rond het neoclassieke paradigma. Dat is één benadering die je in het onderwijs leert, het neoclassieke paradigma. En van die andere scholen. Ja, wat bedoel je er precies mee? Van die andere scholen die u net noemt. Misschien is het goed voor de discussie als je precies bedoelt wat de mainstream economie behelst. Dan weten we of we over hetzelfde hebben. Ik ben het aan het schetsen. Okay. Ja. Van, daar is dus één perspectief op de economie. Vanuit de solistische, rationele mens. Dat is het basisperspectief. En daar zijn van een aantal scholen, zeg Keynes, de Oostenrijkse school.
stukje institutionele economie zijn er stukjes afgeknipt en op dat neoclassieke bolwerk geplakt. En let wel, het is een mooie benadering die wij leren. Het is een nuttig paradigma, maar het probleem is, het is maar één paradigma. En als iedereen op dezelfde manier leert denken, dan lopen we rond met grote collectieve blinde vlekken. En in 2008 zag je wat daar voor problemen uit kunnen ontstaan. Dus ik ben met je eens, af en toe komen zeg maar, uit die niche-gebieden goede ideeën. En die, als die echt goed zijn, dan neemt de mainstream ze mee. Uiteindelijk is de wetenschap, zijn allemaal superkritische mensen die voortdurend het werk van anderen willen afkraken. Maar hij zegt blinde vlek. Blinde vlek. Wat bedoel je met de blinde vlek? Dat we niet genoeg oog hebben voor de andere gebieden? Ik leg het graag uit. Ja. In november 2008 vroeg Queen Elizabeth... Pardon? Ja, nee, je gaat nu in 2008 vroeg Queen Elizabeth aan een groep verzamelde economen... hoe kan het dat we deze crisis niet zagen aankomen? En het beste antwoord daarop werd gegeven door Ben Bernanke van de Amerikaanse Centrale Bank. Die zei, ja, het zat niet in onze manier van denken. Dat is niet het allerbeste antwoord dat ik gehoord heb. Het beste antwoord is omdat een crisis eigenlijk heel moeilijk te voorspellen is. Er gebeuren allerlei schokken. De economie staat voortdurend bloot aan allerlei schokken. En economen hebben hele mooie verhalen hoe kleine schokken enorme effecten kunnen hebben. Hoe die zeg maar geamplificeerd kunnen worden. Dus daar weten we heel veel van. Maar we weten tegelijkertijd van onszelf dat we heel moeilijk een crisis kunnen voorspellen. We kunnen wel zeggen, als een crisis plaatsvindt, wat moeten we doen? Zorg dat er voldoende liquiditeit is. We weten inmiddels wat we kunnen doen om crisissen te proberen te voorkomen. Zorg dat de banken veel eigen vermogen aanhouden. Het is helaas niet zo dat er genoeg naar economen geluisterd moet worden. Over die blinde vlek, ik denk dat er ook een enorm misverstand bestaat over hoe economen modellen gebruiken. Het is niet zo dat er één overkoepelend mother of all models is. Nee, economen voor verschillende vraagstukken gebruiken verschillende modellen. Ja. En net als je hebt een kaart van Amsterdam. Als je naar de Dam wil, werkt dat prima. Maar als je naar Nieuw-Zeeland wil vliegen, dan heb je ook met de ronding van de aarde te maken. Dus werkt het model niet zo goed. Dus het hangt heel erg van de vraagstelling af. Of we rekening houden of we een overheid in het model stoppen, of een bank in het model stoppen, of een klimaat. Als het over klimaat gaat, natuurlijk moet je de resultaten van het klimaat meenemen. Als het bijvoorbeeld over het bankenprobleem gaat, dan heb je klimaat weer niet nodig. Dus dat is een beetje een misverstand. Lorenzo Frenkel, modellen? Ja, waar het eigenlijk om draait is dat modellen daarin zijn, hoe we worden opgeleid met modellen. Dan wil je de hele tijd de samenleving kwantificeren. In een zekere zin dat je kan niet de sociale werkelijkheid willen reduceren naar hetgene wat je wel kan kwantificeren. Wat je moet doen is, je moet een breder blik hebben. Andere economische benaderingen die zijn niet per se geconcentreerd op dit kwantificeren ervan. We worden echt heel erg opgeleid in het willen kwantificeren van sociaal-economische fenomenen. En ik denk dat de nadruk daarop, dat je dan eigenlijk inderdaad met tunnelvisie wordt opgeleid, want je mist heel veel. Ja. Knik, ik vind het zelf heel mooi, juist binnen die wiskundige modellen maak je jezelf ontzettend kwetsbaar. Je zegt, dit zijn mijn veronderstellingen. Je maakt het heel makkelijk voor mensen om het aan te vallen, omdat je juist heel expliciet en helder bent. En dat is denk ik de enige manier om vooruitgang te bereiken. Veel van die heterodoxe scholen, die proberen een beetje wat wollig taalgebruik te zeggen wat ze bedoelen. Maar het is heel moeilijk om dat te falsificeren, want het is vaak zo vaag geformuleerd dat je er alle kanten mee uitgaat. Ja. Dus die wiskunde die we gebruiken, die gebruiken we eigenlijk op een iets andere manier dan in natuurkunde. Die vertellen omdat we een consistent verhaal willen vertellen. En we willen alles weglaten wat niet relevant is. Dus eigenlijk George O'Keefe, de kunstenares, die zei het eigenlijk heel mooi. There's nothing less real than realism. En daarmee bedoelde ze dat als je echt tot de kern door wil dringen, wat de belangrijkste mechanismen zijn, dan moet je abstraheren van alle ruis, alle irrelevante zaken. Ja. En dat is wat we doen in modellen. Ja, als u klaar bent met de lezing, ik wil daar graag op ingaan. Je moet wegsnijden wat niet relevant is, zegt u. En dat wordt in ons onderwijs vertaald als je moet wegsnijden wat niet in cijfers valt uit te drukken. Dus wat snij je weg? Macht, politiek, sociale banden tussen mensen, cultuur, emoties. En uiteindelijk wordt er geprobeerd via een cijfer, instituties, 1 goed, 2 slecht, wordt dat in het model weer teruggestopt. Ja, dat is een benadering, waarmee je economieonderwijs beter moet, want er klopt echt helemaal niks van wat je zegt. Macht, ik weet niet of je ooit wel eens het vak speltheorie gevolgd hebt, gaat voortdurend over onderhandelingsmacht, speelt een enorme rol. Volgens mij zie je economie veel enger dan je nu beschrijft. Cultuur wordt meegenomen. Nou, als ik economie te eng zie, ik heb net een opleiding afgesloten, cum laude, ik wil er niet over opscheppen, maar ik wil wel zeggen, ik heb het begrepen wat er is gezegd. En ik heb een heel smal beeld meegekregen van het economisch denken.
En ik heb alleen maar cijfermatige benaderingen meegekregen. En als ik bijvoorbeeld zie wat Joris Luijendijk in Londen is gaan doen, dan schaam ik me als econoom. Dan denk ik, de maatschappij vraagt aan ons economen, luister, er is een crisis in het financieel bestel, dat is economie, neem ik aan dat u dat met me eens bent. Wat moeten we eraan doen om dat niet weer te laten gebeuren en hoe kon het gebeuren? En 7 jaar na de crisis is blijkbaar geen enkele econoom op het idee gekomen om eens naar Ground Zero te gaan, de London City, en daar gewoon te praten met een aantal bankiers en te vragen, luister, hoe werkt het hier nou eigenlijk? Ja, en dat is heel verstandig om het aan de bankiers te vragen wat we moeten doen. Dus dan kan je wel zeggen wat de mainstream economen zeggen. Die zullen zeggen van, het grote probleem is dat banken niet echt failliet konden gaan en die daarvoor veel te veel risico's namen. Dus wat je wil, is dat banken eigenlijk zelf bloeden als ze fouten maken. Dus meer eigen vermogen. Ja, maar dus wat wij willen is dat economen veldwerk doen. Jij wil dat je veldwerk gaat doen met allerlei bankiers koffie gaat drinken. Ja. Ik denk dat het veel nuttiger is om die banken te dwingen veel meer eigen vermogen aan te houden. Ik denk dat we afdwalen van de kern hier. We willen eigenlijk gewoon een onderwijs dat je opleidt om breed te denken over verschillende complexe problemen. En daarbij hoort gewoon dat je niet alleen maar kwantitatieve benaderingen hebt, maar ook kwalitatieve benaderingen zoals veldwerk, interviews. Al dit soort kwalitatieve benaderingen kan alleen maar je kwantitatieve benaderingen versterken. We hebben niks op wiskundige en econometrische benaderingen tegen. Integendeel, wiskunde is precies, het is elegant, het is heel mooi, je krijgt specifieke antwoorden. Maar in die precisie is ook de verleiding. Die verleiding waar je het op alles gaat toepassen, omdat het zo precies is. Ik wil jullie niet het recht ontzeggen om kwalitatieve methoden te volgen. Ik zou er zelf op zich wel voor zijn, het nieuwe systeem, dat je een major en een minor hebt. En dat je bijvoorbeeld bij sociologie en politicologie allerlei kwalitatieve methodetechnieken gaat volgen. Dat is eigenlijk iets waar economen niet zo heel goed in zijn. Economie heeft zich eigenlijk ontwikkeld tot een soort verzameling methodes. En dat is daar niet één van, omdat we geloven dat je niet zo heel erg veel leert van die gesprekken. Je leert misschien wel iets om hypothese te formeren. Maar uiteindelijk wil je toch naar harde data kijken. Maar je hebt natuurlijk alle rechten om bij andere vakgebieden te shoppen. Heeft u het boek van Joris Luijendijk gelezen? Ik heb niet het boek van Joris Luijendijk gelezen. Maar ik heb wel Admati en Helwig gelezen. U heeft Luijendijk niet gelezen? Nee, ik heb Admati en Helwig wel gelezen. Ik heb wel wat interviews met hem gelezen, hoor, die ik best wel amusant en leuk vind. Ik heb op televisie interviews met hem gezien. Ik heb verder niks tegen de goede man. Nou, ik moet eerlijk zeggen, amusant en leuk. Zijn conclusie is, na 2 jaar in de city te hebben rondgelopen en koffie te hebben gedronken, inderdaad, met bankiers en met toezichthouders, met heel veel mensen daar. Zijn conclusie is, ons financiële stelsel staat nog steeds op de rand van de afgrond. Maar wat moeten we dan doen? Dus ik zeg dat je moet dwingen de banken meer eigen vermogen te laten aanhouden. We moeten ervan beter op voorbereid zijn. Wat is de conclusie die je krijgt met al die gezellige gesprekken met die bankiers? Is dat een andere conclusie? Is dat een betere conclusie? Wat leer je daarvan? Dat wil ik graag weten. Dan. Nou, het is op zijn minst een punt van urgentie. Ja, wat is de conclusie? Op het moment dat je alleen maar vanuit je studeerkamer naar cijfers kijkend over de economie nadenken. Wat is de conclusie die we leren van dat boek? Wat moeten we concreet doen? Dat moet u aan Joris Luijendijk vragen. Maar je hebt het boek gelezen. Nou, misschien moet u het boek ook eens lezen. Oké, nou, dan ga ik het boek lezen en misschien dat ik dan het antwoord krijg. Ja, Joris, is er een ander groot maatschappelijk probleem op dit moment waar mainstream economie niet goed mee uit de voeten kan? Ja, ik denk dat het beste voorbeeld klimaatverandering is. Kijk, de mainstream economie is heel erg actor georiënteerd. Wat betekent dat? Dat betekent dat het gaat over het individu, of de individuele staat, of het individuele bedrijf. Het gaat niet over bredere structuren, het gaat niet over de instituties, het gaat niet over hoe politieke processen werken. En echt niet? Klimaatverandering is juist een probleem wat heel sterk in de structuren van de samenleving is ontstaan. In de institutionele sfeer. En in de manier waarop onze economie is georganiseerd. Ik snap het niet helemaal. Hoe schiet nou de mainstream economische theorie tekort om die klimaatverandering te verklaren? Maar mag ik even voorbeeld geven? Nou, nog heel even. En u komt zo, ja. Nou, wat er bijvoorbeeld niet in zit, soms in je laatste jaar als keuzevak, maar in principe niet, is politieke economie. En dat gaat juist over macht, over politiek, over de verhouding tussen de staat en economie. En dat is essentieel om klimaatverandering te begrijpen en om er iets aan te kunnen doen. Ja, helaas hebben jullie mijn vak niet gevolgd, want ik heb een hele week besteed aan politieke economie. Maar wat klimaat betreft, ik heb laatst een prachtig artikel gelezen, dat sluit ook aan bij het eerste onderwerp. En als we de grenzen dicht houden van immigranten, dan zijn de gevolgen van klimaatverandering veel, veel groter dan als we dat niet doen. Want er komen heel veel vluchtelingen uit de warme gebieden, die moeten ergens heen. Als die gewoon kunnen immigreren, dan kunnen we dat veel beter opvangen. Dus er zijn talloze economische modellen. Ja, de klimaatwetenschap nemen we heel serieus. Het staat totaal niet
ter discussie dat de mens een belangrijke of misschien de belangrijkste bijdrage aan de verhoging van de CO2. Nee. Dus dat nemen we heel serieus. En absoluut. Onze kritiek is ook niet dat het als onderwerp niet serieus wordt genomen. Onze kritiek is dat je niet met een one-size-fits-all paradigma zo'n probleem aan kan. Het is in alle andere sociale wetenschappen gebruikelijk dat je zegt, dit is het vraagstuk, hebben we deze benadering, we hebben de Oostenrijkse school, we hebben de Keynesiaanse benadering, de neoclassieke school. Laten we die allemaal er eens op loslaten en kijken uit hun verschillende uitgangspunten tot wat voor verschillende conclusies dat te komen. Dat is eigenlijk de manier waarop ik les krijg. En gelukkig is het tegenwoordig veranderd, want we kijken heel erg naar de data. Het is veel empirischer geworden. Als je vergelijkt met de jaren 60, was meer dan de helft was puur theorie. En nu is zo'n 70% van de artikelen in de toptijdschriften is empirisch gebaseerd. Op dus we kijken veel meer op cijfers gebaseerd, naar echte data wordt gekeken. En ik denk dat dat juist een hele goede ontwikkeling is. Veel beter van die zei dat en wat bedoelde Keynes precies, wat bedoelde Marx precies. Dat lijkt veel meer op theologie dan op economie, denk ik. Meneer Gauthier, u heeft de hele discussie Rethinking Economics natuurlijk gehoord. U heeft deze twee studenten gehoord. Wat moet er en wat gaat er veranderen in het economieonderwijs? Nou, ik denk wel de manier waarop we wiskunde presenteren aan studenten. Ik denk dat we dat veel beter binnen de vakken kunnen doen. Zodat studenten ook gelijk de toepassing zien. Veel BERTE-studenten die zijn intrinsiek geïnteresseerd in wiskunde. Wat ik eigenlijk heel mooi vind. Maar helaas geldt dat niet voor economie-studenten. Dus daar moeten we veel meer kijken wat de toepassingen zijn. En voor de rest, er zijn ook wel wat revoluties binnen de economie geweest. Zoals de gedragseconomie. Die veel meer resultaten uit de psychologie bekijkt. En dat zijpelt nu ook langzaam door in het curriculum. En het vak wat ik volgend jaar gegeven, ga ik er ook veel meer dingen van gebruiken. Ja. Genoeg? Maar nogmaals, de kern die blijft hetzelfde. Nogmaals, een gedragseconomie is eigenlijk een schoolreisje naar een ander soort economie. Er zijn andere economische scholen die fundamenteel uit andere aannames beginnen. Als je bijvoorbeeld het probleem neemt van klimaatverandering, de ecologische economie, die begint vanuit een heel ander perspectief. Die ziet onze economie als deel van een planeet. En de neoclassieke economie, die ziet de economie als iets losstaand van het planeet. Dat is absoluut niet waar. Nou, het is wel zo dat eigenlijk ecologische economie, die stelt de vraag van, hebben we economische groei nou wel of niet nodig? Okay, dus u zegt, we moeten vanuit een totaal ander paradigma beginnen. Moeten we het voor nu bij laten, helaas. Ja. Mag ik jullie danken voor dit gesprek. Dit was Buitenhof, nog een hele fijne zondag. En graag tot volgende week. Dag.